Goedemorgen, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. In deze eredienst zal voorgaan dominee Mulder, onze eigen predikant. De schriftlezing is uit Openbaringen 3, vers 1 tot en met 6. Het thema van de preek is de grafkerk de Sardes. Mededelingen namens de kerkenraad. Woensdag 17 juli hopen Martijn Verkruisten, Baardgras 45 te Veenendaal. En Annelies Schepers, Torenmolen 99 te Barendrecht, te gaan trouwen. Hun toekomstige adres is Proosdijerveldweg 27-2 in Ede. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 in de Pernieuwkerk. Dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. Vanmorgen is er na de dienst koffiedrinken voor de hele gemeente. En er zal ook een zing-in gehouden worden. De collecte. De fysieke collecte is in de dienst bestemd voor oudere activiteiten in onze Pernieuwkerk. Ruim 17% van de gemeenteleden van onze kerk heeft de leeftijd van 70 plus bereikt. Voor hen worden bijeenkomsten georganiseerd en er is een jaarlijks ouderenreisje. Om deze activiteiten voor iedere ouder toegankelijk te maken, draagt de diaconie indien nodig bij. De collecten voor de vaste kosten van de kerk kunnen via overschrijving worden gedaan, bij voorkeur maandelijks. We gaan nu de schoolpsalm zingen en dat is de avondzang. Vers 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende kerkdienst toe. Treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Je hoorde net het thema van de preek al, de grafkerk, de Sardes, stevig. Ja, dat is wel de situatie die we straks gaan lezen, waar de preek over zal gaan. En in wat we gaan zingen heb ik gezocht naar sterven, naar leven. En zo kwam ik ook uit bij Psalm 85.
Waar we in het tweede vers mogen zingen. Zult ge uit de dood ons niet herleven doen? En daarom zingen we die psalm. Psalm 85, vers 2 en 3.
Na de 10 geboden zingen we uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. We mogen in ons gebed tot God gaan en een aantal mensen in het bijzonder ook noemen. We denken aan Albert en Anita Klop van de Riethoek 82. Zij ontvingen uit Gods hand een zoon, zijn naam is Ezra. We denken ook aan Arjan IJsma van de Krouwelaan 3. Hij is deze week 2 keer geopereerd in verband met een klaplong. Na de eerste operatie ontstond er een bloeding in combinatie met een verstopte drain, waardoor nog een operatie nodig bleek. Het gaat nu goed en hij hoopt binnenkort naar huis te mogen. We denken ook aan broeder Schoeman van de David Tenierslaan 152. Hij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede vanwege een aanhoudende longontsteking. We denken ook nog aan zuster Boers van de Meendijk 5 in Bennekom. Zij is opgenomen in het ziekenhuis in verband met een licht herseninfarct. Ze lijkt goed te herstellen hiervan.
zullen we samen danken en bidden. Genadige Heer in de hemel, als uw gemeente zijn we samengekomen en zoeken wij ook gezamenlijk uw aangezicht. Misschien hebben we dat al thuis gedaan. Misschien deden we dat ook wel net tijdens dat moment van stilte. En nu als gemeente komen we ook gezamenlijk in ons gebed tot u, de God die ons het leven geeft. De God die geeft dat we ook vandaag weer mogen vieren. Dat u de opstanding en het leven bent, Heer Jezus. Dat de dood u niet in de greep heeft kunnen houden. Maar dat u bent opgestaan. Dat uw Vader u heeft opgewekt. Dat u zit aan de rechterhand van uw Vader om voor ons te bidden. Dan bid voor ons, Heer. Bid voor ons, want wij hebben die goede woorden van u gehoord. En als we dan naar binnen kijken, Heer, wat kan het dan soms dor en dood zijn? Heer, dat gaan we straks ook lezen. Maar dat geldt ook bij ons. Heer, u weet dat er momenten in ons leven kunnen zijn dat we u zo dichtbij kunnen ervaren en met heel ons hart u willen volgen, wat het ook kost. Maar dat er ook genoeg momenten zijn, perioden zijn, dat we u vergeten of dat het eigenlijk puur een gewoonte is en niet meer dan dat. Heer, vergeef het ons als we soms zo lauw zijn, als we soms zo koud zijn, als we soms zo geesteloos reageren op anderen, als we soms zoveel onszelf zoeken en niet uw eer, dat we niet de ander lief hebben als onszelf, om wat voor reden dan ook. Heer, wij buigen ons voor u en vragen u, bid voor ons. Want u doorziet ons, u kent ons en u weet, Heer, wat ook het woord van vanmorgen voor ons betekent, als het een scherp woord is. Wilt u blootleggen dat wat misschien verstopt is? Wilt u ons wijzen de weg die we mogen gaan? Zegent u daarin de ouderen. Heer, we collecteren vandaag ook in het bijzonder voor hen, voor dat werk. En we bidden u ook voor hen. Ze al zoveel jaren mogen leven. Zoveel levenservaring hebben opgedaan. Geef dat ze ook mogen getuigen van hun geestelijke levenservaring. Van de ervaring die ze hebben in het leven met u. Hoe u hen getrokken hebt. Hoe u op schakelpunten er was. Hoe u troostte. Hoe u soms misschien afwezig leek, maar het toch was. Heere, geef de ouderen veel mogelijkheden om daarvan te spreken. Om ervan te getuigen met woorden en in onthouding. Zegent u hen ook als ze misschien vanmorgen wel in de kerk zouden willen zijn, maar dat het gewoon niet lukt. Dat de ouderdom gebreken met zich meebrengt. Heer, u weet hoe het ook kan aangrijpen. Dat lichamelijk minder wil. Dat psychisch zwaar is. Dat het zo snel druk is. Dat mensen van onze eigen generatie wegvallen. En wanneer zijn wij aan de beurt? Heer, ontferm u over de ouderen van onze gemeente. Zij hebben u heel hard nodig. Wilt u voor hen zorgen zo? Maar zegent u ook ons als we midden in het leven staan. Als we vol dankbaarheid en vreugde u volgen, onze weg door het leven gaan. Heere, wilt u ons dan blijven bemoedigen? Ons gebruiken in uw dienst? In welke taak we ook hebben in het leven? Welke rol we ook vervullen? Zegent u ons, ook als het soms ingewikkeld is. Als er zorgen en moeite zijn. Als twijfel bovenkomt. Als zorg voor iemand uit ons gezin, uit onze familie soms de boventoon voert. We staan voor grote keuzes in het leven. Of als de weg soms anders loopt. Heer, houdt u ons vast. Vorm ons en kneed ons. En geef dat de jongeren, de kinderen van de gemeente, u mogen leren kennen. En als ze u kennen, meer en meer met u mogen leven. En mogen wortelen en funderen. En mogen groeien in de genade en kennis van u, onze Heer Jezus Christus. Ja, gebruikt u daar deze zondag voor. Zegent u deze dienst. Als we uw woord openen. Als we samenkomen. Als we hier niet samen zijn in onze eigen naam. Maar in uw naam. Werk dan ook met uw geest, Heer. Geef de boze geen kans. Als hij ons wil hinderen. Als hij ons soms zo kan verleiden. Maar geef dat er bij ons geestelijk leven
gevonden mag worden. En versterk dan ook, Heere, maar dat kleine geloof. Versterk wat u zelf heeft gewerkt. Grote God, wil u ook hartelijk danken voor het nieuwe leven wat geboren mocht worden. Dat Ezra klopt, het levenslicht mocht zien. Dank u wel dat u Albert en Anita verblijd hebt met de geboorte van hun zoon. En wilt u hen ook verder zegenen als gezin. Met hun kinderen, Jesse, Rosalien, Lieke en nu ook Ezra. Geef dat ze met wijsheid, met liefde en vooral door uw geest hun weg mogen vinden. Heren, we danken u dat het nu redelijk goed mag gaan met Arjan Eijsma. U weet, Heren, dat hij 2 keer geopereerd is afgelopen week. En dat hij ernaar verlangt om naar huis te mogen. Heren, zegent u de medici als ze dingen beoordelen. Geef dat hij spoedig naar huis mag. Om met zijn gezin thuis op te trekken en er ook verder te herstellen. We vragen u ook, Heren, om uw nabijheid voor broeder Schoeman van de David Tenierslaan. U weet, Heren, van zijn broze gezondheid, van de kanker in zijn lichaam, van zijn kwetsbare gestel, hoe hij nu opnieuw, of eigenlijk nog steeds, longontsteking heeft en het gewoon thuis niet meer ging. Heren, wees u hem nabij in het ziekenhuis. Troost u hem, werk in zijn hart, geef hem vertrouwen op u en zegent u ook zijn vrouw, als het voor haar ook intensief en emotioneel is. Wees ze nabij, Heren. Zocht u ook voor zuster Boers van de Meendijk. U weet, Heren, dat ze toch even opgenomen moest worden in het ziekenhuis vanwege een licht herseninfarct. Toch wel schrikken. Heren, wie had dat gedacht? Maar wat is een mens, Heren, we merken het ook in deze. We danken u dat het weer de goede kant op lijkt te gaan. Dat ze waarschijnlijk spoedig naar huis mag. Wilt u bij haar zijn, bij haar man, gezin. Geef, Heren, dat ze dit zo uit uw hand mogen ontvangen. En uiteindelijk u mogen eren voor wat u gegeven hebt. Heer onze God, wilt u zo bij ons zijn. Als onze naam nu een bijzonder genoemd is, of onze naam niet. En we vragen u, Heer Jezus, of u wilt doen wat u in het gedeelte wat we gaan lezen belooft. Beleid u onze namen voor uw Vader en voor zijn engelen. Opdat hij doet wat goed is voor ons. Opdat wij gevormd worden en u mogen eren, loven en prijzen. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, we vervolgen onze reis. Het is al een poosje geleden dat jullie dit plaatje gezien hebben. En je ziet al die rondjes, hè. We begonnen de eerste keer met Pasen, was dat rondje in de zee. Daar zit Johannes verbannen op Patmos, de huidige westkust van Turkije. En toen gingen we richting het land, zagen we Efeze, toen gingen we omhoog naar Smyrna, nog verder omhoog, toen kwamen we in Pergamus. Vervolgens gingen we schuin naar beneden, naar Thyatira, en nu die rode, nog wat verder naar beneden. Naar de plaats Sardis, waar ook een kerk is. En jongens en meisjes, zoals jullie weten, probeer ik elke gemeente te typeren met een plaatje. En bij deze gemeente heb ik dit plaatje. Ja, en wat zie je daar nou op, hè? Als je nou dit plaatje eens op je in laat werken. Wat zie je dan? Wat valt je op? Wat zie jij? Ja? Eén is door en dood. En die andere is levend, hè? Ja, dat heb je goed gezien. Dan zie je precies het verschil. De ene is levend, groen, krachtig. En die andere, ja, dat is door en dood. Er is niks mee te beginnen. En weet je waarom ik dit plaatje gekozen heb? Omdat in wat we gaan lezen, dat de Heer Jezus van deze gemeente zegt: u heeft de naam dat u leeft. Zoals die mooie groene. Maar u bent dood. Zoals die andere. Het is wel heel scherp. Naam dat je leeft, maar je bent dood. Een hele scherpe brief dus vanmorgen. We gaan met elkaar deze brief lezen. Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. De brief van de Heer Jezus aan de gemeente van Sardis.
En als we dat gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 116, vers 2, 3 en 5. En de eerste regel zingen we: ik lag gekneld in banden van de dood. En de laatste regel die we zingen is: steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 116, 2, 3 en 5. Leest u mee. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen, als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.
Na de verkondiging zingen wij Psalm 30, vers 2 en 3. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. Psalm 30, vers 2 en 3 zingen we na de verkondiging. Het uitgangspunt voor de preek is dus dat we gelezen hebben in deze brief. En dan lees ik nog vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. Het thema voor de preek is dus de grafkerk te Sardis. Twee punten als structuur. Daar heerst de dood. Daar roept het leven. Daar heerst de dood, daar roept het leven. Gemeente van Christus, u vanmorgen hier en u thuis. Hij is er alweer een heel aantal jaren. Die dominee in dat dorpje in Engeland. Hij werkt hard, doet goed zijn best. Wil graag heldere preken houden. Zet zich in voor het onderwijs van de jeugd. En bezoekt de mensen trouw. Maar het enthousiasme waar hij mee begon, het is toch al een beetje weg. Hij komt wat somberder over. Nee, zo was hij echt niet toen hij hier kwam, maar wat is er aan de hand? Dat vrolijke, vriendelijke is een beetje verdwenen. Hoe komt dat? Nou, het gaat achteruit met de gemeente. Nee, het ledenaantal zakt niet. De kerkdiensten worden nog behoorlijk goed bezocht. En van alles wordt er georganiseerd in de gemeente. Op het eerste gezicht leeft en bruist die gemeente. Maar de predikant die kijkt naar de respons op zijn preken. Dat hij hoort vanuit de gemeente. Wat ouderen en jongeren aangeven. En die inhoud maakt hem toch wel wat verdrietig. Want hij concludeert het geestelijk leven is eruit. De reacties op zijn preken gaan alleen maar over of het fijn was om naar te luisteren of niet. Of het te lang was of te kort. En jongeren vinden er ook van alles van. Maar als er dan eens gevraagd wordt, nou zoek het Bijbelboek Richteren op. Dan zoeken ze het Nieuwe Testament. Hij vindt het ingewikkeld. Hij mist de liefde voor de Heer Jezus. Hij vindt het zo oppervlakkig. En wat hij ook geprobeerd heeft, er komt geen verandering. Het gaat zo weinig over de Heer Jezus. En hij besluit een brief te schrijven aan zijn gemeente. Niet zomaar een brief, maar een brief met zwarte randjes. Een rouwbrief. En hij schrijft, geachte gemeenteleden, heden overleed na een kalme en rustige tijd de gemeente. De rouwdienst zal plaatsvinden op zaterdagmiddag aanstaande in de kerk. Waar gelegenheid is de overledene nog eenmaal te zien. De gemeente krijgt de brief onder ogen en is verrast. Wat is dit? Een predikant is toch niet zo van de geintjes? Wat bedoelt hij hiermee? De kerk zit die zaterdag bomvol. En onderaan de kansel, daar staat een kist. De predikant gaat op een gegeven moment de preekstoel op. En hij memoreert dat de overledene na een periode van afnemende levenskracht is ontslapen. Ziekte heeft haar gegrepen van binnenuit. Ze heeft er geen pijn van gehad, maar is als een kaars uiteindelijk uitgegaan. Aan het einde komt de predikant de kansel af en nodigt iedereen die dat wil om een blik te werpen in die kist, om de overledene te zien. En dat wil iedereen. En je ziet de mensen naar voren lopen. Een blik werpen in de kist. En je ziet, het raakt ze. Sommigen schrikken. Anderen krijgen tranen in hun ogen. Zichtbaar geroerd verlaat iedereen de kerk. Maar wat ligt er dan in die kist? We kijken er eens even in. En we zien een spiegel liggen. En in die spiegel zien we onszelf. Een dood lid van de gemeente. Ja, de Heer Jezus die houdt zijn gemeente in Sardis zo'n spiegel voor. Ik ken uw werken.
En weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Bedenk eens even, hoe geschokt zal die gemeente geweest zijn? Ik denk dat het doodstil geworden is in de kerk. Dat de kerkraadsleden maar een beetje voor zich uit hebben gekeken. Gemeenteleden deden hun handen voor hun mond. Kinderen, muisstil. De gasten kunnen hun oren niet geloven. Je kunt een speld horen vallen. Een soort doodse stilte daar waar de gemeente is samengekomen. Terwijl de woorden nog nadreunen in hun hoofd. Ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Dat hadden ze in Sardis echt niet verwacht. De kerkraad niet, de ouderen niet, de jongeren niet, de gasten niet, de klasses niet. De CGK van Sardis leeft. Er komen op zondag zoveel mensen, 's ochtends, 's middags. Mensen zijn betrokken. Kerkraad is voltallig, jeugdleiding, soms is het zoeken. Maar die CGK van Sardis, ja, een geoliede machine. Jaloersmakend voor andere kerken. Als je in Veenendaal komt wonen, dan wil je zeker even kijken om daar lid te worden, al zou die kerk hier staan. Tja, maar de Heer Jezus houdt de spiegel voor en zegt, jullie zijn in naam een kerk, maar in de praktijk een kerkhof. Wat is dit? Wat is er aan de hand in deze gemeente dat de Heer Jezus dit nou zo doet? Nou, als je het vergelijkt met de andere 6 die ook een brief krijgen, dan valt op dat er heel veel dingen niet zijn. Er is geen vervolging, er is geen tegenstand, er is geen dwaalleer, er is geen opmerking over weinig kracht. Probleemloos. Het is een goed georganiseerde gemeente in een geweldig georganiseerde samenleving. Toch gelijk wel herkenbaar als ik het zo zeg, toch? Goed georganiseerde gemeente, goed georganiseerde samenleving. Kijk, de overheid houdt ons als kerken misschien wel wat in de gaten. Maar onze ambi-status hebben we voorlopig nog. In coronatijd werd duidelijk dat we in Nederland zelfs een minister van eredienst hebben. En in coronatijd werd er ook gezegd, verspreid het woord en niet het virus. We kunnen hier in Veenendaal als plaatselijke vertegenwoordigers van de kerken gewoon met burgemeesters en wethouders aan tafel zitten. Kijk, we kunnen natuurlijk van alles vinden. Maar er wordt niet zomaar ruiten ingegooid in Nederland van de kerken. Zoveel dingen zijn vanzelfsprekend. Tja, weet je wat de Heer hier van deze gemeente zegt? Vers 2. Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. De werken zijn er dus. De Heer Jezus zegt niet, jullie doen de verkeerde dingen. De Heer Jezus zegt ook niet, jullie zijn compleet verkeerd bezig. Jullie moeten het compleet anders doen. Nee, de werken zijn er, maar ze zijn niet vol. Niet vol voor God. Van binnen leeg. Er zit niks in. En jongens en meisjes, misschien ben je binnenkort jarig of pas alleen jarig geweest. Of verwacht je binnenkort een groot cadeau. Nou, stel je voor, hè, je verwacht een cadeau. En daar komt je vader of je moeder aanlopen. Mooie doos, prachtig ingepakt. Alsjeblieft. Voor jou. Nou, dat ziet natuurlijk geweldig uit, hè? En je scheurt het cadeaupapier open. Je trekt de doos open. Je kijkt erin. Papiersnippers. En je gooit die papiersnippers eruit. Want je bent op zoek naar inhoud. Naar wat er nou in zit. Maar je zoekt en je zoekt en je zoekt. En uiteindelijk is de doos leeg. Maar zit er dus ook helemaal niks in. Een nep cadeau. Een prachtige verpakking. Maar er zit niks in. Zo is die gemeente in Sardis. En gemeente, zou de Heer Jezus dat ook van ons kunnen zeggen? Ik zie jullie werken. Hoe jullie de gemeente organiseren. Hoe jullie ook digitaal present zijn. Het kerkgebouw bijhouden. Diensten beleggen. Goed over dingen nadenken. Maar het is niet vol. Zou de Heer Jezus tegen mij kunnen zeggen? Het ziet er van buiten wel mooi uit. Het lijkt echt wat voor te stellen. Je doet de goede dingen. Bidden, Bijbel lezen, noem het allemaal maar op.
Maar het is niet vol voor God. Pijnlijk toch? Als je ja moet zeggen. Hoe komt dat nou in Sardis? Wat is de reden ervan dat het in Sardis zo geworden is? Nou, die samenleving in Sardis, die zou je kunnen samenvatten met twee woorden. Maakbaarheid en rijkdom. Het leven is maakbaar. Want Sardis was jaren daarvoor een hoofdstad. Toen was het nog het Lydische Rijk, de westelijke helft van Turkije. En Sardis was daar de hoofdstad van. Strategisch, aan hoofdwegen, een ronduit indrukwekkende stad met gigantische vestingwallen, rotswanden. Beroemd en berucht daar ook om. Je kon er echt niet zomaar binnenkomen. Het was eigenlijk een onneembare burcht. En 67 jaar, voordat deze brief geschreven wordt, is de stad nog verwoest door een aardbeving. Maar de hulp van de keizer is de stad weer opgebloeid. Je vindt een innovatieve industrie, prachtige weiden, schitterende akkers. Het leven is er maakbaar. En rijkdom. Ja, er woonde eens iemand die heette Croesus. Ooit al eens gehoord van het spreekwoord zo rijk als Croesus? Waarschijnlijk de meeste niet, maar het is echt een spreekwoord. Het heeft te maken met koning Croesus. Zo'n jaren 550 voor Christus woonde hij in Sardis. Was hij daar koning van. En hij was gigantisch rijk. Je zou kunnen zeggen Bill Gates of Jeff Bezos van de oudheid, alleen dan in het kwadraat. Het was daar rijk. Want daar bij Sardis vind je niet alleen maar vruchtbare weiden, fijne akkers. Als je daar in de beken gaat zoeken, weet je wat je daar kunt vinden? Goud. En als je in de bergen gaat zoeken, dan vind je edelstenen. Wel eens gehoord van Sardius. Een roodachtige edelsteen, ja, waar je een prachtige ketting van kan maken. Nou, stel je voor dat je als man in Sardis zo'n gouden ketting gaf met Sardiusstenen eraan. Nou, dan gaf je nog een cadeau, zeg. Of een sardonyx. Dat is wit tot oranje-rood, soms zelfs rood-bruin. Gesteente waar je schitterende vazen van kon maken. Nou, geef je vrouw eens een bos bloemen in zo'n sardonyx-vaas. Nou, dan stelde je wat voor. Sardis, een stad van de maakbaarheid en de rijkdom. Dat is wat er leeft. En je kunt je toch wel indenken dat als dat leeft in de samenleving, dat dat in je hoofd gaat zitten. Dat er zo'n geest is in de stad van, ja, doe niet te gek. En je hebt het lot van je leven toch echt zelf in handen. Ook al ben je niet zo intelligent, heb je geen rijke ouders die alles voor je kunnen regelen. Je kunt het prima voor elkaar krijgen hier in Sardis. Je kunt het hier maken. Dat is de geest die er waait. Dat merk je in de handel. Dat merk je in het onderwijs. Zo worden kinderen opgevoed. Jij kunt het maken. Je kunt het doen. Linksom, rechtsom. Gaat je lukken. Tja, is er nou echt zoveel anders dan wat toen speelde in Sardis in het jaar 90? Dan nu in Veenendaal in 2024? Kijk, Sardis was voor een groot deel verwoest 67 jaar ervoor door een aardbeving. In Nederland was er 71 jaar geleden een behoorlijke verwoesting door de watersnoodramp. En een paar jaar daarvoor door de Tweede Wereldoorlog. Maar laten we eerlijk wezen, daar zijn we toch best boven uitgekomen. En het gaat toch over het algemeen toch best wel goed, uitzonderingen daar gelaten. We kunnen bang zijn voor oorlog, maar er is vrede. Maakbaarheid in onze samenleving is groot. Opleidingen te over. Tja. En er is toch niet veel nodig om die tijdgeest, dat van maakbaarheid, om dat in ons hoofd te krijgen. Wij zijn toch ook mensen van onze tijd. Je kunt het als een zegen ervaren. Maar hier is het ook een vloek. Want het zorgt ervoor dat de gemeente in Sardis, dat ze wel werken hebben, maar het is niet vol voor God. Misschien worden de vragen nog wel gesteld. Wie ben ik? Maar de vraag, wie ben ik voor God, wordt niet meer gesteld.
Misschien wordt er nog wel gevraagd, hoe leef ik? Maar niet meer de vraag, hoe leef ik voor God? Het stelt nog wel wat voor. En het lijkt wel iets op de situatie in Jesaja 29. Waar de Heere zegt, het volk nadert tot mij met de mond. Ze eren mij met hun lippen. Maar hun hart houden ze ver bij mij vandaan. Je ziet het, je hoort het. Maar waar is je hart? Herkent u het vanmorgen? Dat je het trucje wel weet. Natuurlijk kun je wat christelijks laten horen. Je weet intussen hoe het werkt. Natuurlijk kun je wat vrooms laten zien. Je weet de techniek. Je bent er uiterlijk bij. Je hebt tussen zoveel geleerd dat je er wel wat van kan zeggen. Maar waar is je hart? Broeders en zusters, als we kijken naar onze werken, onze levensstijl, is dat dan ook iets van binnenuit? Is het de liefde van Christus die ons drijft? Is het de geest van Christus die ons dringt? Is het zijn liefde, zijn bewogenheid, waardoor wij ons laten inschakelen? Of kennen wij het trucje? De Heer Jezus houdt de gemeente van Sardis een spiegel voor. En wij kijken mee. En wat zien we? Misschien gaat het over jou. Dan moet je zeggen, het gaat over mij. Uiterlijk lijkt het wel wat. Maar binnenin mij is het dood. Ooit was er leven. Maar ik leef nu bij het trucje. Ja, ik weet heus wel wat ik kan laten zien. Maar mijn hart is eigenlijk zo koud. Ja, misschien zeg je, dominee, ik probeer daar ook echt wel wat aan te doen hoor. Ik probeer het beter te doen. En soms denk ik, ik ga het echt vasthouden en volhouden. En soms denk ik, ik ben goed op de weg. Maar als ik dan eerlijk naar mezelf kijk, dan voel ik me soms zo'n flutchristen. Zo gewoontjes. En in die samenleving van maakbaarheid kom ik erachter dat ik het geloof niet kan maken. En dat ik het maar niet aan kan wakkeren op de een of andere manier. En het doet pijn. Want als ik vanmorgen in die spiegel kijk, gaat over mij. Auw. Maar kijk dan vanmorgen niet alleen naar de spiegel zelf, maar kijk ook naar degene die de spiegel vast heeft. Want dat is de Heer Jezus. En is het je al opgevallen hoe hij deze gemeente zichzelf introduceert? Hij zegt in vers 1, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Zeven, het getal van de volheid. Hij zegt, ik heb de volheid van de geest. De volheid van de leiders van de kerk. En daarin klinkt iets door van, jullie zijn leeg, maar ik ben vol. Jullie hebben misschien niets, maar ik heb alles. Jullie zijn hol, maar ik ben vol. Met andere woorden, wees bij mij. Want ik kan je vullen. En ik wil je vullen. Als je dan moet erkennen, het is leeg. Val dan op je knieën. Buig je voor hem. Bid om die geest. Heere, vul mijn hart. Je heilige geest van God, vul opnieuw mijn hart. Bedroef de geest niet, maar laat hem werken. Want hij die spiegel vast heeft, het is de Heer Jezus. Zou hij, die Lazarus na 4 dagen uit de dood heeft geroepen, ook ons niet tot leven kunnen roepen? Zou hij die zelf de dood is ingeweest, ons dode hart niet kunnen aanvuren? Zou hij, die zich in Openbaring 1 bekend maakt als de opstanding en het leven, als de Alpha en de Omega, als degene die de sleutels van het dodenrijk heeft, zou hij niet kunnen roepen en leven kunnen wekken en versterken? In de grafkerk de Sardis heerst de dood, maar roept de levende tot het leven. En dan zijn we dus bij het tweede punt van de preek.
De Heer Jezus die wil deze gemeente niet begraven, maar juist tot het leven wekken. Hij zegt, let op, ontwaak u die slaapt en sta op, want Christus zal over u lichten. Ja, hoe roept hij ze wakker? Nou, hij roept ze tot actie. Als je dus jezelf geestelijk dood voelt, dan is de Heer Jezus die hier zegt tegen deze gemeente, ik roep jullie tot actie. Wel, 5 opdrachten lees je. Wees waakzaam, versterk, bedenk, hou vast, bekeer u. Laten we die eens langslopen. De eerste die we tegenkomen in dit gedeelte is dus, wees waakzaam. En dat is niet zomaar. De Heer Jezus die openbaart zichzelf in hoofdstuk 1 met een stem die indringend is als een bazuin. Die overal doorheen gaat en wakker roept. Met een stem die klinkt als een waterval. Die druist. En zo klinkt de stem ook naar de gemeente in Sardes. En die zegt, wees waakzaam. In die cultuur in Sardes was namelijk het idee, wij maken het en wie wint van ons? En toch was deze stad die onoverwinnelijk werd geacht, 2 keer overwonnen. Niet zomaar. Niet omdat de legers zo sterk waren van buiten. Of omdat het beleg zo lang duurde en ze konden niet anders. Maar 2 keer was het omdat ze niet goed hadden opgelet. Ze hadden de list niet doorzien. Ze waren niet waakzaam geweest. Dus gemeente van Sardes, waakzaam zijn en blijven. In het Nieuwe Testament, 5 wijzen, 5 dwaze meisjes. Ze slapen. Wees waakzaam. Wees niet als een Jona. De enige die aan boord is van het schip, die de levende God kent. Iedereen is bang vanwege de storm en degene die God kent, die ligt te slapen in het schip. Dat kan niet. Wakker worden. Broeders en zusters, de Heer Jezus die roept ons tot geestelijke alertheid. Om op te letten. Om niet in slaap te vallen. Ja, en dan ook te versterken. Dat is het tweede. Versterk het overige dat dreigt te sterven. Daar moeten we aan denken. Nou, in ieder geval wat er staat in vers 4. Maar u hebt in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. Een aantal mensen die dicht bij de Here leven. Een paar. Versterk. Ik moest eraan denken toen ik gisteren thuis kwam. Het waaide gisteren behoorlijk. En misschien bij jullie thuis ook wel, jongens en meisjes. Dat er een bloempot staat die dan door de wind van gisteren zomaar is omgevallen. Nou, zo was er een bloempot bij ons thuis omgevallen. Een klein potje. De plant was wat groot en ops, daar lag hij. En wat deed ik? We zetten de pot gewoon weer rechtop. Tja, dan staat hij weer. Recht overeind, prima. Maar is dat versterken? Nee, als ik die plant maar wil versterken, wat moet ik dan doen? Of bijvoorbeeld een grotere pot pakken en hem daarin doen? Of in de volle grond laten groeien? Want als er dan een keer wind komt, ja, dan valt hij niet zomaar om. Dat is versterken. Broeders en zusters, als wij kijken naar ons geestelijk leven, dan kunnen wij soms ook als zo'n potje zijn, toch? De wind laat ons omvallen. En wat doen we? We zetten het gewoon weer overeind. Maar dat is niet genoeg. Versterking is nodig. En mag ik dan dat beeld nog wat verder pakken? Dat je als gelovige in de volle grond wordt gepoot. En net als een heg, naast elkaar. Dat je in de gemeente groeit, ook in de diepte. En dat je met de wortels in elkaar verstrengeld raakt. Dat als de wind komt, dat je steun hebt aan de grond, maar vooral ook aan elkaar. Dat je vergroeit, versterk. En denk dan eens anders dan even dat potje weer recht overeind zetten. Het derde is, bedenk. Denk terug hoe je het hebt ontvangen en hebt gehoord. Ga dus even terug naar waar het begon. En waar begon het? Het begon niet bij jullie die God zochten, maar ik die jullie zocht. Ik heb u gezocht. Ik heb jullie in mijn liefde, mijn woord gegeven. Jullie zondaren, hulpeloos. Jullie moeten terug naar dat moment dat je in één keer door had. Maar van mijn kant kan het niet. Is onmogelijk.
Maar van zijn kant komt het. En hij geeft het. Terug naar die verwondering. Dat je beseft. De Heere is niet alleen mijn rechter. Maar ook mijn redder. Mijn zaligmaker. Mijn verlosser. Dat je niet alleen maar in de spiegel kijkt. En jezelf als een potje overeind zet. Maar dat je je versterkt doordat je teruggaat naar de verwondering over wat Hij gedaan heeft. Het lijkt wel een beetje op wat Mozes zegt in Deuteronomium 8. Het volk is nog in de woestijn. Jullie gaan het beloofde land in. Maar als jullie daar komen, vergeet niet dat je dit van God gekregen hebt. Verwonder je daarover en hou dat vast. De Heere zegt, hou die verwondering, hou die levend. Ja, wees waakzaam, versterk, bedenk. En de vierde is, hou vast. En dat betekent daar iets als vastgrijpen om niet meer los te laten. Als een keeper die de bal op zich afkrijgt en hem klem vasthoudt. Dat niets of niemand hem meer kan afpakken. Hou dit vast. Laat dit nou de hoogste waarde hebben. In Sardes zijn de handen vol. Men zijn druk. Is met veel dingen bezig. En de Heer Jezus zegt, in alles wat jullie vast willen houden en pakken, merk ik dat jullie geen ruimte meer hebben voor mij. Maar wat ik gedaan heb in jullie leven, dat is wat jullie moeten koesteren. Dat is wat je vast moet klemmen. Want uiteindelijk is dat het enige wat overblijft. Onthoud, hou niet de verkeerde dingen vast. Je kunt je vasthouden aan tradities, aan gebruiken, aan vormen, ook in de kerk. Maar als de verwondering er niet is, als de inhoud mist, gaat er iets mis. Hou vast. En dan de vijfde, bekeer u. Als je dit nou helder hebt, keer je om. Het oude patroon maakte dat je geestelijk leven hol werd, leeg werd. Maar keer je om. Denk anders. Verander van koers. En broeders en zusters, bekeren, je leven veranderen, is als de kachel opstoken. En dan is onze geloofskachel geen gaskachel, maar een houtkachel. Kijk, een gaskachel, dan zet je de thermometer op een bepaalde temperatuur en, nou, dat gaat, hè. Of als je het op stroom hebt. Je zet de temperatuur en het wordt helemaal geregeld. Automatisch. Maar een houtkachel. Nou, jongens en meisjes, jullie weten het verschil, hè? Dan moet je bijblijven. Moet je zorgen dat die goed aankomt. Je moet zorgen dat er genoeg hout op ligt. Niet te veel, niet te weinig. Er moet genoeg lucht bij komen. Rookt die niet te hard. Geen nat hout, maar droog hout. Dat vraagt een stukje bewustwording. Houtkachel. En broeders en zusters, zo zegt de Heer Jezus. Hij roept ze tot het leven en zegt, wees waakzaam, versterk, bedenk, hou vast en bekeer u. En als u dan niet waakzaam bent, vers 3, zal ik bij u komen als een dief in de nacht. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zou komen. Kijk uit. Kijk uit, want anders kom ik. En dan loopt het misschien wel mis. Dan loopt het helemaal verkeerd af. Geestelijk dood, eeuwig dood. Broeders en zusters, ik hoop dat u in deze spiegel mag kijken vanmorgen. En de persoon mag zien, de Heere, die deze spiegel draagt. En dat je aangespoord wordt, ook door zijn belofte, vers 5. Want wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. Wit, rein, overwinningskleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen in het boek des levens. Ja, als je als Romeins burger een grote fout had begaan, een zwaar misdrijf, dan werd je naam geschrapt uit het bevolkingsregister. Jij hoort er niet meer bij. Maar de Heere wil dat niet doen. Wie in mij gelooft, je naam staat in het boek des levens en ik schrap je er niet uit. En ik zal je naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Ik zal naar mijn Vader gaan en zeggen, Vader, ik bid u voor hem, ik bid u voor haar, op grond van mijn volbrachte offer. Ik pleit bij u en bij uw engelen,
Die engelen die uitgezonden worden ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven. Zo komt Christus naar de zijne toe. Wie dit ter harte neemt en zich bekeert, mag straks delen in de overwinning van Christus. Die is dan de strijd te boven. Die is nooit meer geestelijk dor en leeg, maar dan leeg van zonde, zonder smet, vol, ja volmaakt bij Hem. Laat dat ons perspectief zijn. Laten we leven, niet alleen maar schijn, maar ook zijn. Niet alleen maar met een bepaalde reputatie, maar ook met relatie. Niet alleen in de naam, maar in heel ons bestaan. Ja, zo zagen we de grafkerk te Sardis, waar de dood heerst, maar het leven roept. Tot slot, die dominee die worstelde met de leegheid van zijn gemeente, geestelijke leegheid, liet ze samenkomen in de kerk. In die kist was een spiegel te zien. De mensen waren door geraakt. Hoe is het nou afgelopen? En diezelfde avond staat er een grote groep van de gemeente bij de pastorie. Ze kloppen op de deur. Dominee, u heeft gelijk. Wij zijn een dode kerk. En dat willen we niet blijven. Wat moeten we doen? Kom morgen naar de kerk, zegt de predikant. En die zondagochtend zit de kerk bomvol. En de preek gaat over de gemeente, het brief van de gemeente van Sardis. Het raakt. En na de preek zingt de gemeente, weliswaar in het Engels, maar dan toch dit. Mijn God, Gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen.
zullen we samen tot God gaan. Heere, wat een scherp woord vanmorgen. Een spiegel die bij de gemeente van Sardis stevig zal zijn binnengekomen. Niet gedacht dat het zo scherp zou moeten. Heere, u weet hoe die spiegel ook naar ons toe komt. Wij zijn ook een gemeente van u. En u weet, Heere, hoe wij de dingen organiseren en wat we allemaal proberen te doen met en voor elkaar, in alle lek en gebrek. En Heere, dan zijn wij ook een gemeente buiten het paradijs. En dan zien wij veel zegeningen van u. Maar Heere, het gevaar van maakbaarheid, van rijkdom, het geld en goed of het juist het niet hebben ervan ons in bezit neemt, Heere, het gaat ook bij ons op. En u weet, Heere, dat velen van ons van jongs af aan weten hoe de traditie van de kerk werkt. En dat we heel makkelijk op die traditie door kunnen hobbelen. En dat we wel een trucje kunnen uithalen. En daarin laten zien dat het toch echt wel wat is. Maar u kijkt in ons hart vanmorgen. En u weet, Heere, wat daar leeft. Aan verlangens, aan vragen en misschien ook wel een schuldgevoel. En we kijken op naar u, Heere, want wij willen ons hart zo makkelijk zelf vullen. Maar wij belijden dat u alleen het bent die ons hart kan vervullen. En laat dan onze aanbidding ook voor u zijn. Heere, de geest van de tijd kan zo makkelijk vat op ons krijgen. Wilt u onze ogen daarvoor openen? Als u zelf die gemeente ertoe oproept om waakzaam te zijn, dan vragen wij u, Heere, help ons daarbij. Want u heeft ogen als een vuurvlam, maar wij zijn vaak zo blind. Help ons om waakzaam te zijn, Heere. Zegen ons als u ons oproept om te versterken. Geef dat we ook echt de ruimte nemen om te wortelen en te funderen in uw woord en in de gemeente. Heere, we danken u dat we niet alleen in de spiegel hoeven te kijken, maar dat we ook mogen bedenken wie u bent. En dat u, terwijl u alle reden had om die gemeente van Sardis los te laten, dat u toch naar hen toe komt en zoveel van hen houdt, dat u hen tot het leven roept om daar ook uit te leven. Heere, zo roept u ook ons. Help ons om dat vast te houden, dat u de roepende bent en dat u spreekt en het is er. U gebiedt en het staat er. Heere, help ons om dat vast te houden. Er is zoveel wat ons bezighoudt. De drukte van het leven, het trekt ons met zich mee. En de liefde kan vervagen. De passie verdwijnen. Heere, u kent ons. En we vragen u, schenk uw geest. Laat die ons vullen. Heere Jezus, pleit voor ons bij uw Vader. Onze namen niet uit het boek worden gewist. Dat we erin mogen staan. En dat niemand van ons zal hoeven te schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. En zend ook uw engelenwacht. Om ons heen, om ons te beschermen. Vader in de hemel, zend uw engelen uit. Ten dienste van ons. Dat wij het eeuwige leven zullen ontvangen en daaruit leven. Heer, geef ons de moed om ons te bekeren. Geef ons het geloof om ons om te draaien, daar waar nodig. Heren, wij zijn klein en kwetsbaar. Arglistig is ons hart, Heren. Wij kunnen zo ook maar vooral denken aan anderen en hoe ze het moeten veranderen. Geef, Heer, dat we deze boodschap zelf mee mogen nemen en eruit leven. Opdat de Pneo-kerk geen grafkerk is, maar een kerk waar het leven heerst en gezien wordt, ook als je dieper kijkt. Heere, ga zo verder met uw werk in ons midden. Zegen ons op deze zondag. Schenk leven. Wakker aan. Bewaar ons, Heere, voor verkeerde keuzes. Geef de duivel, de vorst van de duisternis, de mensenmoordenaar van de beginnen, toch geen ruimte. Maar zegen ons in onze persoonlijke omstandigheden. De plek waar we werken, waar we leven. Geef, Heere, dat we een lichtend licht mogen zijn, een zoutend zout, een stad op een berg die niet verborgen kan zijn. En geef dat als gemeente.
en heg mogen zijn die vergroeid is met elkaar en zo staande blijft in de stormen van het leven. Zegent u daartoe ons als kerkraad in het leidinggeven. Zegent u de vormgeving van de diensten, van alle dingen die in de gemeente georganiseerd worden. Zegen onze jongeren, zegen de ouderen, zegen de samenleving om ons heen. Heren, zij hebben u ook nodig. Werk hier in Veenendaal. Zegen Nederland. Heren, we hebben het over het oranje koorts. Maar geef dat er toch ook een kloppend hart mag komen voor u, waar dat nu nog niet is. Versterk uw werk, heren, over deze hele aarde. We vragen u om uw zegen voor mensen die leven in erbarmelijke omstandigheden. Zegen hulpverlening, zegen ons diaconaat. Heren, werk zo met uw geest over deze hele aarde. En kom alstublieft ook spoedig terug. Als we de volheid van u dan echt mogen ervaren. Als we geen zonde meer doen. Niet meer gehinderd worden door onze blindheid. Als we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Heren, wat een vooruitzicht is dat. Hou ons vast en maak ons klaar voor die ontmoeting met u, de Heere onze God. Ja, geloofd en geprezen zij uw heerlijke, nooit genoeg volprezen naam. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. Vervolgens zingen we Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot.
Ik wijs er nog op dat na deze dienst er ook nog een sing-in is en dat er ook gelegenheid is om met elkaar koffie te drinken. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.